gaan vandaag weer de tuin in met Lodewijk en ik ga jullie iets vertellen over de pioenroos. Het is natuurlijk een prachtige snijbloem die je rond mij veel zal terugzien bij de bloemist, mits ze in Nederland gekweekt zijn. En waar je op moet letten als je ze koopt, is dat de knoppen niet nog helemaal dicht zijn, want dan zullen ze nooit open gaan op de vaas en dat is jammer. Ze moeten een heel klein beetje open zijn en aanvoelen, zoals je dat noemt, als kussentjes. Dat ze een heel klein beetje zacht zijn. Dan zullen ze heel erg lang gaan bloeien. En je hebt ze natuurlijk prachtig in de vaas, maar je kan ze natuurlijk ook heel erg goed zelf kweken in je eigen tuin. Kijk, en hier doen we het natuurlijk allemaal voor, die te gekke grote bloemen. Nou, dit is de plant zoals je hem kan zien in je border als hij gaat bloeien. Maar deze is voorgetrokken in een kas, dus al wat groter. Als je ze zelf gaat planten, plant je ze gewoon als vaste plant, want dat is het. En dat doe je dan in het najaar of in het vroege voorjaar. Nou, deze kunnen de grond in. En wat ook wel een belangrijke tip is, hier zie je heel veel verschillende bloemknoppen. Je moet ze als het ware gaan selecteren, zodat één bloemknop overblijft. En die geeft dan die grote bloem. Dus deze kleintjes kun je gewoon weghalen. Dan krijg je zo'n bloem. Hier ga ik de pioenrozen planten in de volle grond. Je ziet dat deze grond een beetje zanderig is. Op zich kunnen de pioenrozen daar goed op groeien. Maar wat wel belangrijk is, het mag nooit te nat zijn. Dus liever niet in de zware klei. Dan kan hij gaan schimmelen in het vroege voorjaar. En ze houden wel van organische voedingsstoffen. Dus ik heb het zwarte goud, oftewel zelfgemaakte compost. Dat voeg ik aan de grond toe. Zo, heb ik even. Het mooie aan pioenrozen is, het zijn vaste planten en dat betekent dat ze elk jaar terugkomen. En dus dat je elk jaar een prachtige bos kan plukken uit eigen tuin. Dan heb je hier ook al een pioen staan. Deze heb ik in het najaar geplant. En dan kan het zijn dat ze 1 of 2 jaar nemen of duren voordat ze gaan bloeien. Dus niet gelijk teleurgesteld zijn als er niet meteen bloemen in zitten. Nou, kijk. Even water geven. Het water geven is wel super belangrijk. Omdat een plant, als je hem uit de pot haalt en je zet hem in de grond, verliest hij meteen heel veel vocht. En dan kan hij een klap gaan krijgen. Dus goed nat maken. En klaar is Kees.